Yo Nintendo fans, welkom bij de één na laatste Paper Mario The Origami King video. Wat gaat hier gebeuren? Hallo? Wat is er in deze kamer gaande? Bowser, pas op! No! Wow, oké. Okay. Nog een deur. En mysterieuze lampjes. Oh snap, daar is Ollie. En die zegt... Dus je geeft niet op, hè? Echt zielig dat je nog steeds denkt iets te kunnen beginnen tegen mij. Tegen mij? Ach, wat kan het mij schelen? Mijn visie van het perfecte origami-dijk is bijna gerealiseerd. En Olivia die zegt... Ben je nog steeds bezig met die snode plannen van je? Waarom geef je die gewoon op? Ollie die zegt... Hoe durf je me te bekritiseren? Zonder mij zou je hier niet eens zijn. Genoeg. Ik ben het beu om mezelf te moeten verantwoorden tegenover een stelletje ezelsoren. Jullie laten mij geen keus. Kom dan. Oh, wacht even. Wat? Wacht even. Een niet-machine, de venijnige vastmaker. Ja, dit kan een probleem worden. Oh, daarom kan Bowser niet terug veranderen. Hij zegt, dat is het ding. Dat is het ding dat me in dit veranderde. Mario, je moet dit echt winnen. Ollie, ga je er nou vandoor? Ga je nou echt serieus? Oké. Ollie smeert hem gewoon, jongen. Deze gozer gek. Jongen. Oké. Dit ziet er aardig gevaarlijk uit. Kijk, nietjes erbij, alles. Oké dan. Je zou denken dat vechten tegen kantoor en tekenspullen wel went. Maar deze is heel eng, zegt Olivia. Dat geblaf, dat gebijt, die vlijmscherpe nietjes. Oh, wacht. Die nietjes zijn vast de reden dat onze gevouwen vrienden zich niet kunnen uitvouwen. Ze zijn gebeten door dat ding. Hij is ze vastgezet in boze origami vormen. Foei, stoute hond. Kom op, Mario. Deze uit de kluiten gewassen wakon mag dan wel kantooroorlog thuis zijn. Maar we zullen hem eens laten zien wie de baas is. Ja, maar hoe? Dat is de vraag. Hoe gaan we dit doen? We moeten sowieso de aanknop pakken. Die zit in deze kist. En eigenlijk wil ik ook wel de hint even pakken. Dus dan moeten we het even zo doen. Ja. En dan is het hopen dat we hem aan mogen vallen en dat hij ons niet in één keer kapot maakt. Hij zegt, kijk goed hoeveel nietjes hij nog in zijn mond heeft. En val aan als hij moet herladen. Oké, ja, top. Ik ga alleen nu al aanvallen. Dus dat zal dan ongetwijfeld niet zo slim zijn. Juist, want hij heeft nu nog heel veel nietjes in zijn bek. Ik ga de legendarische schoenen gewoon proberen. En dan zien we het wel. Ik denk dat hij hem uit de lucht pakt. Nee, hij pakt me niet uit de lucht. We doen hem wel damage, maar niet heel veel. Oké, pas op Mario. Auw. Ja, dit is een probleem. Nu ben ik vastgeniet. Nu kan ik dus niks doen. Ontniet. Auw, 21 HP damage. Maar gelukkig, we zijn wel vrij. Hij ontniet me wel. Dat is wel aardig. Oh, snap. Hij boost zichzelf nu. Oké, hij wordt helemaal lijp volgens mij. Ik zet in ieder geval de aanknop alvast aan. Kijk, nu liggen er ook wat hartjes op de battlefield. Dat is nice. Ja, dan ga ik hem maar weer gewoon slaan. Denk met de legendarische hamer. Dus even kijken hoeveel pijn dit doet. Ik verwacht niet dat dit heel veel pijn gaat doen. Maar maakt niet uit. We klappen hem gewoon 17 HP damage. Is niet heel veel. Ik denk dat ik tot nu toe 1/10 ervan af heb. Ah, nee. Au. Oké dan. Nee. Stop. Jongen. Hij niet me helemaal vast, joh. Oké, deze verdedig ik wel. Dat is lekker. Man. Maar, kijk. Hij heeft nu geen nietjes meer. Dat is lekker. Dan denk ik dat we hem nu moeten gaan vastpakken. En dat ga ik doen terwijl ik double damage pak en het hartje. Let's go. We gaan hier naar beneden. Ja, double damage. Hoppakee. Lekker hartje erbij. 100. Nekker. 100 HP erbij. We pakken de vouwarmen. En hopelijk kan ik hem ook vanaf hier pakken dan. Ja, oké. Ik kan pakken. Ja, lekker. Slaan. Pakken. Lekker. Oké dan. Dit is ongeveer 1/3 HP eraf. Dit moeten we ongeveer 3 keer gaan doen, denk ik. En hij heeft nieuwe nietjes. Hij heeft rode nietjes nu. Zijn dat sterkere nietjes? Olivia zegt, die nietjes zijn felrood geworden. Lijkt wel een artistieke horrorfilm. Deze zien er gevaarlijker uit dan de gewone nietjes. Zet je schrap. Kan hij me nu ook aanvallen dan? Nee, hij kan me niet aanvallen. Chill. Oké, daar gaan we weer. Even kijken wat er nu in het envelopje staat. Hij zegt, als je dichtbij staat, gebruikt hij 2 nietjes om je vast te zetten. Als je ver weg bent, schiet hij 8 nietjes op je af. Oh, dus we kunnen beter maar gewoon dichtbij komen, denk ik. Ik denk dat dat de beste oplossing is. Ik pak het kistje weer. Daar zit hopelijk weer de aanknop in. Juist. En double damage. En dan gaan we hem nu weer slaan. En dat doen we weer met de legendarische hamer. Let's go. Uitstekend weer. 17 HP eraf. Toch een lekker klappie hoor, moet ik zeggen. Oké. Hij gaat nu weer dit doen. En ik ben weer te laat met verdedigen. Ik time die verdediging niet goed. Dat is niet chill. Nu gaat hij volgens mij schieten. Dan komt hij. Hij gaat me ontnieten. Ik heb hem weer niet verdedigd. Nee.
Oké. Was dit het? Dit was het. Nice. En ja hoor, hij wordt weer helemaal lijp. Ik laat dus even wat tootjes voor mij juichen, zodat ik wat HP terugkrijg voor de zekerheid. Want deze nietjes die zijn dus wat sterker. Ze gooien van alles op de battlefield. En kijk, hoppakee, 50 HP erbij. We zijn in ieder geval vol voor deze beurt. Ik zet de knop in ieder geval alvast aan. Ik pak het kistje en dan gaan we hem slaan. Dus dit is best wel een aardig beurtje. Kijk, hoppakee, knoppie aan. Kistje open. Yes. En lekker. Legendarische hamer erbij. Niet machine. Jij gaat niet van mij winnen. Ja, dit was alleen niet zo heel goed, klappie. Dit was gewoon 15 HP damage. Nee, ik verdedig weer niet. Nee. Kijk hoeveel pijn dit doet. Ik heb 115 HP over. 53 HP over. Oh. Dit doet zoveel pijn. Maar goed, we kunnen hem nu wel weer pakken. Ik laat in ieder geval de toads weer gewoon juichen voor wat muntjes. Oh man. Hij doet mij zoveel pijn. Je moet echt wat extra hartjes pakken gewoon tijdens je avontuur in deze game. Want anders dan kom je hier niet uit hoor. Als je hier maar 150 HP hebt, dan gaat het hem niet worden. Anyways, let's go. We gaan eens even kijken hoe wij dit gaan doen. Ik stuur mezelf naar links. Ik probeer de double damage weer te pakken. Eens even kijken hoe we dit gaan doen, jongens. Ik moet in ieder geval even het grote hartje pakken. Ik heb double damage. Ja, en dan gaan we het daar pakken. Dit is voldoende voor mij. Dit vind ik oké. Hier kan ik denk ik wel mee leven. Kijk, 100 HP is dit erbij als het goed is. Ja, 183 HP zit er weer op. En we gaan hem weer pakken. Vouwarmpies erbij. Tovercirkel actief. Pak hem. En slaan. Oké, dit nog één keer. En dan hebben we hem. Ja, oké. We moeten deze niet-machine slopen. En het begint goed te gaan. Oh, maar hij heeft nu gouden nietjes. Oh my gosh, het zou zomaar over kunnen zijn straks met die gouden nietjes. Oh, die zien er echt heel gevaarlijk uit. Ik laat weer toads juichen, want ik heb ook dat laatste beetje HP echt nodig, denk ik. Die 17 HP die we nu niet hebben, 183 HP hebben we nu. Oké, we zijn in ieder geval helemaal vol, 200 HP. En dan moeten we er dus in ieder geval voor zorgen dat we het kistje pakken en dat we kunnen slaan. Oké, let's go. Als je met je hamer aanvalt, verspeel je één nietje. Met een sprongaanval verspeel je er 4. Oh! Zorg dat hij moet herladen door al zijn nietjes te verspillen. Oh, we gaan sowieso dan op hem springen. Dat is dan beter. Dan kan hij ons ook minder raken blijkbaar. Kistje gaat open, aanknop hebben we weer. En let's go, de legendarische ijzerschoenen. Let's go Mario, hoppakee. Yes, ja, top. Ja, oké. Dat zijn 4 nietjes in ieder geval. Dat scheelt. Verdedig. Weer niet op tijd. Nee. Oh, mijn timing is zo slecht met verdedigen deze battle. En deze gouden nietjes zijn echt een gevaar. Oeh, 45 eraf. Woe. Oh, zie je. En ja, nu wordt hij weer helemaal lijp. Ik ga wel weer juichen. Elke beurt gaan we laten juichen. Al die toads die wij gered hebben, die moeten ons ook komen helpen. Ja, en hoppakee. Wij moeten in ieder geval over de aanknop gaan lopen. Ik moet minimaal 1 hartje meenemen. Dat doen we dan maar zo. We hebben alleen nu dus geen kistje. Dat is jammer. Nou, dan hopen we maar dat het lukt zonder kistje. Ik denk dat we dat kistje ook niet heel erg hard nodig hebben. Ik denk dat we dit hartje wel heel erg hard nodig hebben. 181 HP hebben we nu. En dan gaan we weer bovenop hem springen, zodat hij wat nietjes verspeelt. Let's go, Mario. Hoppakee. 1, 2, 3 en 4. Yes. Oké, nu een keer goed verdedigen, Mario. Ja. Ik heb hem verdedigd. Maar hij doet zoveel pijn. Oh, hoeveel pijn gaat dit doen? We overleven het. Het is dat we hem goed verdedigden, denk ik hoor. Anders zouden we dit misschien niet overleven. Ik ga gewoon nu heel hard laten juichen. Ik ga gewoon 500 muntjes juichen. Let's go. Ik heb hartjes nodig. Kijk, hoeveel HP krijgen we er nu bij? 50. Gewoon voor de zekerheid dit. Oké, we gaan weer voor double damage, jongens. Dat sowieso. We pakken een hartje mee. En dan gaan we hem gewoon pakken en slaan. Dit moet de beurt zijn waarin we de niet-machine gaan verslaan. Dit moet hem zijn, jongens. Dit moet hem zijn. Hoppakee, double damage. Ja, hartje erbij. Top. 50 HP erbij en nu moeten we hem pakken. Vouwarmen. Yes. Pakken die handel en slaan. Kom. Lekker. En reet hem uit elkaar. Pak hem. Ja hoor. Hoppakee. Nice. Helemaal kapot die handel. Lekker dit. Hij is weg. De niet-machine. En als het goed is, komt Bowser nu ook weer terug in zijn normale vorm. 6000 muntjes kreeg ik erbij. Heerlijk. Daar ga je niet, machine. Jij hebt niet gewonnen, vriend. Boom. Dikke doei. Bowser,
kom maar. Ja, kijk, het nietje uit Bowser is weg. Hij voelde iets loskomen. Laten we hem gaan slaan met de hamer. Dat wilde ik deze hele game al doen. Hem gewoon op zijn bakken slaan. Bam! Hoppakee! Bowser, je bent terug! Roar, lekker, Bowser! Eindelijk, ik ben terug! We hebben het hier nooit meer over begrepen, zegt hij. Is goed, Bowser, we praten hier niet meer over. Olivia zegt, wow, is dit hoe je er normaal uitziet? Wat ben je groot en sterk? En ook een beetje eng. En Bowser die zegt, inderdaad! Laten we die slappe broer van je vinden en zien wat hij denkt wanneer hij me in al mijn glorie ziet. En ik zou het ook niet erg vinden om Princess Peach te laten zien dat ik niet langer het formaat van een postzegel heb. Oké, Bowser. Hey, het zou lekker zijn als ze nog even uit kunnen rusten of zo. Ik ga in ieder geval even paddenstoeltje gebruiken. Zo, yup. En opslaan. Yes, we hebben de nietmachine verslagen. En in de volgende aflevering gaan we kijken wat Olly voor ons in petto heeft. De grote finale. Doe een blauw duimpje omhoog. Abonneer op dit kanaal voor de laatste Paper Mario video. Nintendo, Pokémon en Animal Crossing video's. En wil je mijn live zien gamen? Volg me op twitch.tv/Rickatune. En dan zie ik je daar. Of gewoon... bij de volgende video. Mazzel!